De Nationale Loonraad is op woensdag 28 april officieel geïnstalleerd op het kabinet van de president. De Nationale Loonraad is een orgaan dat is vastgelegd in de wet minimumloon en op basis daarvan is het geïnstalleerd. Een belangrijke taak is het evalueren en uitbrengen van advies aan de private en public sector. Goedendag minister, er zijn een tal van punten aangehaald binnen de meeting. Wat vindt u van de input en de werkzaamheden van de Loonraad? Nou kijk, vandaag is de Loonraad geïnstalleerd. Dus de taken gaan nu beginnen. Maar natuurlijk zijn we niet stil blijven zitten. We hebben al van tevoren afspraken gemaakt. We hebben al meetings gehad. Dus eigenlijk is het werk al begonnen, maar vandaag is het officieel geïnstalleerd. En de Loonraad moet vanaf vandaag aan de slag om zo snel als mogelijk een advies uit te brengen aan de minister. En vanuit de minister gaat het naar de regering. Wat vond u zelfs van de meeting en de feedback van de president? Nou, zoals we gewend zijn, zijn we altijd professioneel. We zijn altijd op tijd en we houden zaken goed in de gaten. We zijn altijd voorbereid. Dus natuurlijk vandaag een mijlpaal dat het uiteindelijk vandaag wel een loonraad is geïnstalleerd. Wie waren allemaal bij de meeting? Nou, de leden van de Loonraad, waarbij de voorzitter mevrouw Boudou is, de ondervoorzitter meneer Ali, onderdirecteur arbeidsmarkt, mijn chef de bureau, mijn voorlichting en natuurlijk de president en ik. Heeft de president verder ook wat feedback gegeven? Nee, de president heeft een opdracht gegeven. Dus, en natuurlijk moeten wij de opdrachten van de president volgen. Hij heeft de taken van de Loonraad zijn bekend. Ik als minister heb er zelf ook aan gewerkt. Dus we hebben een uitdaging voor ons samen met de Loonraad. En ik zie het als een teamwork. En ja, we gaan het zo snel als mogelijk uitbrengen. De Nationale Loonraad is eigenlijk een orgaan dat is vastgelegd in de wet minimumloon. En op basis daarvan is er dus de Nationale Loonraad geïnstalleerd. De taken en bevoegdheden, dat heeft de president vastgelegd in het staatsbesluit Nationale Loonraad. Een hele kleine greep natuurlijk, ik ken niet alles uit het hoofd. We zijn er ook pas, maar het meest belangrijke is dat de raad uiterlijk november, 1 november, advies moet geven aan de minister. En dat moet dus echt het finale advies zijn. Nadat we alle actoren hebben gesproken en geconsulteerd over een nieuwe minimumuurloon. Deze raad is voor het eerst geïnstalleerd, dus wij hebben een job. In principe zijn we achter, want die loonraad had vorig jaar geïnstalleerd moeten worden. Dat is niet gebeurd, dus we hebben het dit jaar. De laatste minimumuurloon dateert van 2018, dacht ik. Dus we zijn achter op schema. En deze raad is tripartiet. Vakbeweging zit erin, werkgevers en organisaties zitten erin en de overheid zit erin. En dus hebben wij een tripartiet job om dat heel snel en zo snel als mogelijk. Maar de taken zijn uitgebreider. De taken zijn natuurlijk ook adviezen te geven over zeg maar loonstanden in dit land. We moeten een landelijke loononderzoek laten uitvoeren om te weten wat het is. Zodat wij natuurlijk de regering de juiste adviezen kunnen geven over een... Wat is een goed salaris, zoals de president het zegt? Niet een hoog salaris, want je kan natuurlijk heel veel geld krijgen, maar het heeft geen waarde. Je kan een hoog salaris hebben, maar het is nog net niet het goede, omdat natuurlijk de koopkracht heel erg laag is. En dat soort van dingen moeten we voorkomen. Een advies over de werking van minimumuurloon. Hoe wordt dat gebruikt? Hoe wordt dat toegepast? En dan kan je nu statistieken denken aan van gender, man-vrouw, geschooldheid, hooggeschoold, laaggeschoold, middelgeschoold, ingezetenen, niet ingezetenen, Surinaamse nationaliteit, geen Surinaam, noem maar op, statistieken op alle niveau, opdat in principe een goed en duidelijk beeld kan worden gevormd over loontoestanden.